Pittig gesprek, wat, wat maakte het nou pittig? Nou, dat wij heel duidelijk hebben gemaakt dat er echt een grote ernst en urgentie is om die instroom omlaag te brengen. Kijk, wij maar als dat fractie... wist hij toch al? Nou, wij als fractie en ik zelf wij roepen dat al maanden. Uh, als je kijkt sinds de zomer van vorig jaar is die instroom ongeveer duizend per week. En dat is gewoon meer dan wij ja. als Nederland aankunnen. Maar dus hij maar... wist dat al. Waarom moest hij dan naar de fractie komen om het nou, te... nog een keer te, te... te horen? Twee redenen. Kijk, twee maanden geleden in het belangrijkste politieke debat van het jaar. toen zei de premier nog gewoon: ja, die instroom is wel wat hoger, maar er is niet zoveel bijzonders aan de hand. Eigenlijk pas in de laatste weken zie je dat. Dat, dat door het kabinet erkend wordt. Maar de actie die het kabinet daarop neemt, zowel internationaal, maar ook weer met, door met nieuwe voorstellen te komen, ja, dat gaat wat ons betreft te langzaam. En dus het kabinet heeft wel gezegd, er is nu een team van ministers, is daarmee bezig om daarnaar te kijken. Maar ja, als die ergens pas volgend jaar of in de loop van volgend jaar met plannen komen, ja, dan gaat dat wat ons betreft niet snel genoeg. En die deze stevige boodschap en die harde ja? boodschap, die wilden wij vandaag ook aan onze partijleider. Die premier is in het kabinet en ook internationaal heel veel doet, wilden wij ook aan hem meegeven. Ja, en heeft hij dan vervolgens ook toezeggingen gedaan? Nou, hij heeft toegezegd dat hij zich daar vol voor in zal zetten, dat hij de ernst ziet, dat eigenlijk de grote prioriteit dat dat het verlagen van de instroom is. Kijk, hij kan natuurlijk niet, uh, we hebben niet 76 zetels, hè? Dan, ons was de VVD-kabinet geweest en had hij van alles kunnen toezeggen. Dus alles wat wij daarin willen veranderen en extra willen doen, ja, dat zullen we natuurlijk als coalitie met elkaar kunnen afspreken. Ja. Maar wat hij wel heel duidelijk heeft gezegd en benadrukt tegen ons, dit heeft de hoogste prioriteit voor mij persoonlijk en ik ga daar volop mee aan de slag.